course, you could forget all that. And just have fun! Hearthstone, Heroes of Warcraft. En alle mensen van Dutch Gamer Nation, welkom bij Hearthstone. We gaan Hearthstone spelen. En wij gaan kiezen, denk ik, uit een van die dingen. Of tenminste, de quest die ik zou willen doen. Priest of a Paladin. Wij gaan eens even kijken. Wat gaan wij doen? Ik ga met de priest. Ik denk dat ik gelijk ranked ga spelen trouwens. Vind ik wel een goed idee. Eigenlijk. Van mezelf. En ik hoop dat het lukt. Dus hopen dat we iemand snel iemand kunnen vinden. Kijk. Dus even kijken wie we tegenkomen. Malfurion. We mogen tegen een druid. Oké, wat hebben we? Ah, we hebben in ieder geval... Novus Engineer. Holy Nova. Nee, doe ik weg. De priest doe ik ook weg. En dan krijg ik er 6 voor terug, ja. Weet je, dat schiet toch... Het schiet... Oh. Greetings. I feel icky. I feel icky. Ik denk dat ik gelijk ook even een... Gelijk even een kaart erbij krijg. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen. Gain an empty mana crystal. Ja, dat is... Oké, mana juggler. Of knife juggler. Hij is gelijk al een 4. Ja, het is... druids die zijn voornamelijk... Tenminste, de meeste druids zijn gefocust op late game. Daarom hebben ze die mana crystals ook. Dus dat kan in je voordeel werken, het kan in je nadeel werken, want je kan in het begin natuurlijk heel weinig doen. Dus wat gaan de meesten doen? Die, kijk, leggen we die neer. En dan vallen we hiermee aan. Zo. Meer kan je in principe nu niet doen. Dus meer gaan we ook niet doen. Oké, nou hoop ik dat... We must cleanse the Sunwell. Eens even kijken, hoe gaan wij dat doen? Beurt 4. Oh, dit gaat alleen maar beter worden. Dat is die. Dan gooi je er nog een taunt bij. En eens even kijken. Nee, gaan we die doen. En dan met die gaan we daarheen. Zo. Want nou is die verplicht om die of die aan te vallen. Dus dan is die sowieso weg. En alles wat daarna komt, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Dat idee had ik namelijk al inderdaad, dat die aan zou vallen. Maar goed, nou hebben we nog één down zitten. Give your hero... Plus 4 attack en plus 4 armor. Netjes, netjes, netjes. Oké. Nou, wat gaan we doen in beurt 5? Eens even kijken wat krijgen we. Ik denk dat ik die doe. En die. En we krijgen een novice. Of Knobisch Inventor. Hit it very hard. Zo. Nou, als hij een beetje, als hij een swipe of zoiets heeft, iets in die richting, dan zou hij in theorie alles ja, in één beurt weg kunnen halen, zeg maar. Oké. Give him me een plus 2 attack. Ja, daar heb je pas volgende beurt iets aan, mannetje. Give your hero plus 2, ja, die gaat natuurlijk op hem. Inderdaad. Ja. Give minion 2 plus 2 plus taunt. 2 plus taunt, inderdaad.
Oké, okay, nou, dan hebben wij eens even kijken. Beurt 6, dus dat wordt dit. Oké. Okay. Ja, we gaan die op die. Die op die. Healen en daarheen en... Put a copy of your random card in your opponent's head into... ja, die wil ik nog niet gebruiken. Wacht, ik wil wel weten wat die heeft. Kijk, beurt 7. Ha. Ja. Kan in mijn voordeel werken. Want die heb ik volgens mij niet in mijn hand. Kijk, daar hebben we hem. Hallo. Whatever me and is healed. Dus dan doen wij die. Die. Kijk. Kijk, die kan dus nu niet aanvallen. Dus als hij... Destroy your opponent's weapon. Ja, maar ik heb geen wapen. Dus je hebt daar niks aan. 2 attack en 2... Welke wil je aanvallen dan? Ah, oké. Hij wil in ieder geval mijn attack naar beneden halen. I can see. Inderdaad. Inderdaad. Goed. We doen er nog één bij. Want het gaat lekker. Tenminste, het gaat lekker. Dit is natuurlijk de eerste battle, maar het gaat goed. Dus we gaan even kijken wat we als tweede tegenstander krijgen. Ik moet zeggen, die opponents, jongen. Dat zoeken in die opponents, dat duurt af en toe zo lang. Veel mensen spelen dit spel. Maar nog duurt het af en toe zo lang om te spelen. Of tenminste om... Om mensen te vinden. Maar goed, we hebben dus hier nu een hunter. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo... Onder de... Ja, ik weet niet. Ik heb het er niet zo op. Oké, okay, Mind Blast. Hij heeft dus nu 5... Kijk. Greetings. Wat hebben wij? Een arcane shot. I will hunt you down. The light shall burn you. En een tracking. Een gouden tracking. Oh, die ziet er best wel cool uit. Maar goed, beurt 2. Ja. Maar goed, we hebben in ieder geval een arcane shot. Dus daar hebben we in ieder geval wel wat aan. Als het goed is. Ik wil zeggen, als het goed is ben ik nu. Oké. Weet je, het heeft eigenlijk heel weinig zin om... Oké, wat heb ik gekregen? En nog een arcane shot, mooi. Daar ben ik heel blij mee. Want nou kunnen we eigenlijk, eigenlijk early game veel dingen voor elkaar krijgen. Dus daar ben ik wel blij om. Oké, wat hebben we? Kijk, we hebben in ieder geval een Priest of Alun. Dus eigenlijk... Kan ik die er gelijk op af gooien. En op beurt 4 zou ik dus de Knobbitch Inventor kunnen gebruiken. In ieder geval als om extra kaarten te krijgen. Ik denk wel dat het veel beter is om heel snel veel kaarten heel snel veel kaarten te kunnen hebben, zeg maar, in je hand. Dus daar gaan we ook voor. Oké, wat heb jij? Arcane Shot. Doe jij Arcane Shot? Nee? Doe jij Arcane Shot niet? Oké. Oké, die kunnen we dan beter niet doen. Want dat is die meteen weg. En Arcane Shot heeft hij ook. Dus dan is die ook gelijk weg. Dus dan krijgen we er gelijk een kaart bij. Hup, kijk. Dat bedoel ik. When an opponent plays a me and deals field damage to it. Wauw. Gaan we doen. Kill command. 5, want hij heeft een beast natuurlijk. Hunters zijn zo OP in dit spel. En dat is echt
zo niet normaal. Dat is echt niet normaal meer. Echt niet. Oké, wat hebben we? Ik doe jou. En ik doe jou eroverheen. Als ik dat zo zeg, klinkt dat echt zo fout. Ja, dan ga je er maar even overheen. Zeg maar, weet je wel. Nee. Oké, wat hebben we? Hij zou een multishot inderdaad kunnen doen. Netjes. Echt heel netjes gedaan. En de Priest of Illune is een 5-4. Maar die heeft wel 4 health naar mijn hero. Dus in principe... Het is in principe een redmiddel. En niet gewoon een minion wat ik normaal zou gebruiken. Priest of Illune is volgens mij... Een druid kaart. Denk ik. Oké, wat hebben wij? Een minions health 1. Nou, dan gaat hij waarschijnlijk met die erop af. Of hij heeft wel weer of hij gebruikt zo'n arcane shot. Dat kan ook. Eens even kijken, wat hebben wij? Wat ik kan gebruiken hierop. Oké. Die kunnen we beter niet gebruiken. Oh fuck, ik had beter op die kunnen. Kut. Ja, weet je. Dan had ik het beter hierop kunnen doen. Ja. Kut. Kut. Verkeerde knop. Nou, maakt niet uit. Misschien kan ik me hier nog inrijden. Geef niet. Deadly shot waarschijnlijk, ja. Oh, zo stom was dat. Oké, die is sowieso dood. Twee damage naar de tegenpartij. Ja, dat kan best hard gaan dan. Wat heb je nog meer? Oké. Deze. Die. En dit. Ik denk dat ik dit wel beter kan doen. Ongeveer zoiets. Ik ben zo slecht tegen hunters. Dat is echt niet normaal. Hunters zijn zulke OP characters. Wat hebben we? Dit. Zomaar 2-2 hyena's. Kijken, plus 1 attack. Ja. Ik moet zorgen dat ik sowieso... Ah, kijk. Priest of Illum. Erbij. En even kijken hoor. Dus 3 en 3. Ik weet niet of ik dat goed aan doe. Oké. Al meer is health. Dus dat zijn er 6. Dus dan zou hij in principe alle 3 zijn monsters moeten opofferen om die weg te kunnen spelen. Daar komt het in principe op neer. Ik denk dat ik daar in principe wel goed aan gedaan heb. Tenzij hij nog een deadly shot heeft, maar het is zo lastig. Even kijken, 2, 4, 6, 8. Volgende beurt ben ik Kaduuk.
For each enemy minion summon 2. Als ik nou een Holy Nova heb, dan is alles van het veld wat hij heeft. Ja. Ja, wil je dat? Oh, dat wil je niet? Nee? Oké. Okay. 4, 6, 7, 9. Ja, ik zie wat hij van plan is. Oké, okay, we hebben in ieder geval dit. En we healen hem. Dus ik krijg er een kaart voor terug. En dan, even kijken hoor, dat is een kaart. Nou ja, dat is een kaart. Oké. Okay. Ik wil dat niet doen. Nee, ik moet dat doen. Zo, ik moet dat doen, want anders dan gaat het niet goed komen. Want ik heb een groot vermoeden dat een explosive shot is. En als dat een explosive shot is, dan is dat monster die hem daarmee aanvalt, is dood. En ik denk dat hij wel weet dat ik het weet, zeg maar. Wat hebben we? Weer een Bloodfang Raptor. Spell damage, ja, daar heb ik ook niks aan. Oh wacht, daar kan ik ook wel wat mee trouwens. Kijk. En dan ga ik dus niks doen. Nou moet hij dus die twee monsters opofferen om die te kunnen uitmoorden. Nee, hoeft niet eens trouwens. Summon a random companion. Geen. Een down. Nou, Misha, oké. Okay. Dus 3 beurten voor. Voordat hij mijn. Ja, heeft vermoord. Dus ik moet even. Nou, dan die eroverheen. Ja, oké. Okay. Mind control. Je komt eigenlijk precies op tijd. Want. Ik ga. Misha mind controlen. En dat doe ik. Nee, sorry, ik ga het niet doen. Want ik weet dat het een explosive trap is. Dus eigenlijk wil ik een. Oké, nou moet ik een keuze gaan maken. Kom op, wat hebben we? Oké. Okay. Ik ga mezelf healen. Ja, dacht je dat? Nee, ik ga het toch wel doen. Explosive trap, zie je wel. En omdat ik weet dat dat hem was, dat is meer het hele punt. Zo. Dat is eigenlijk omdat ik weet dat, omdat ik gewoon wist dat dat hem was. Waarom is hij? Wat? Oh, tuurlijk. En dan gaat die hierop. Ja, well played. Ja, dit is goed gedaan. Hunters zijn sowieso niet mijn ding. Maar goed, als jullie denken dat ik het op een andere manier had kunnen spelen, laat hieronder in de reacties achter. Volgende aflevering gaan we verder met de paladin of met de priest, ik weet niet. Want dan gaan we dit gewoon verder afmaken. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef een duimpje. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende aflevering. Dus mazzel!